Mevrouw de voorzitter, ooit fietste ik op een zondag uit de kerk naar huis. En naast me reed mijn dochtertje. Ze was toen nog maar net 6 jaar en wilde op haar eigen fiets, maar ze was moe, dus ik duwde haar. Op een gegeven moment keek ik opzij en zag dat ze haar ogen dicht hield. En dat duurde best lang. Dus ik zei, hé, jij rijdt met je ogen dicht. Ja, papa, ik ben moe. Maar ben je niet bang dat je ergens tegenaan rijdt? Nee, papa, want u houdt mij toch vast. Mevrouw de voorzitter, dat is vertrouwen. Kinderlijk rotsvast vertrouwen. Had ik haar beloofd dat ik haar niet tegen een lantaarnpaal zou laten rijden of zo? Nee, ik zeg het met dankbaarheid. Het was onvoorwaardelijk vertrouwen. Dat heeft tijd nodig. Daar heb je een relatie voor nodig. Dat geldt binnen de gezinssituatie. Kleinste cel van onze samenleving. Maar dat geldt ook in het groot voor de regering van ons land. En ik zou ook willen vragen aan collega Schalk of hij met mij van mening is dat het leven van een kip, dat is dan maar een klein dier, hè, want het, ja, dat geeft niet. Het leven van een kip of het leven van een koe, voor dat dier net zo belangrijk is als uw leven voor u en mijn leven voor mij. Nou, mevrouw de voorzitter, laat ik eerst even iets zeggen over die boeren. Ik was onlangs op een boerderij van een boer die had iets van 180 koeien en ik stond in die melkput. En er staat een boer en die zegt gewoon van, dit is die en die koe. Ik zeg, hoe weet je dat? Dat zie ik natuurlijk. Ik weet gewoon welke koeien ik heb. Dat is veel ingewikkelder als je 10.000 kippen hebt. Dat zal iedereen begrijpen. He? Bij 180 koeien is nog te doen. 75 namen in deze kamer kunnen wij leren. Maar alle 17 miljoen mensen in Nederland kennen we niet allemaal bij namen. Maar u heeft in die zin een punt, zeker als het over enorme aantallen gaat, wordt het afstandelijker. Maar dat betekent nog niet dat die boer geen hart voor dat dier heeft. Dat zou ik er niet willen zeggen, op het moment dat je ze niet kent. Ik ken ook heel veel mensen niet, ik heb een hart voor die mensen. Hadden we in dit prachtige gebouw maar een orgel, dan zouden we onze voorzitter kunnen vragen om een improvisatie op het lied dat hij onlangs ten gehoor bracht bij Hour of Power. Het slotakkoord van zijn improvisatie klonk zo. Ja. Meneer Schalk. Voorzitter. Dat is zowel reglementair als muzikaal een kwestieuze uitvoering. Uit de bekende serie ENMW, eens maar nooit weer. Laten we eerst vaststellen, het gaat dus niet om een vrucht, maar het gaat over een kind, een mens. Ook als het niet geboren is. Is dat ook de mening van mevrouw Özdetük? Özdetük. Nee, dat is uw mening. Ik heb al gezegd zoals ik het zie. Er is slechts een sprake van een drager van rechten en plichten, een rechtssubject, als die persoon levend ter wereld komt. Schalk. En het heeft wel voor de ouders een emotionele betekenis natuurlijk, als het gaat om de registratie in de BRP. Dat is echt van een andere orde. Maar daar blijven wij oneens, vrees ik. Maar even terug naar mijn precieze vraag. Hè. Gaat het nou bij het ongeboren leven om een kind, een mens, of niet? Ja, dat gaat niet om een kind inderdaad. Het gaat om ongeboren kinderen of prenatale selectie was uw vraag. Mijn collega zegt me iets voort, maar dat. Ik wil zeggen dat er sprake is pas van een drager van rechten en plichten als die persoon of een kind levend ter wereld komt. En we hebben in de BHP over wel geboren, maar misschien kort daarna overleden kinderen, maar misschien ook een miskraam. Dat valt wel onder die miskraam. Kunnen we altijd in de tweede termijn hier nog op terugkomen als u dat wenst? Meneer Schalk.
Ja, niet alleen kinderen die na de geboorte zijn overleden of een miskraam, maar in de wetsbehandeling hier is ook gesproken over geaborteerde kinderen. Dus, en even voor de hele preciesheid, mevrouw Özgürtürk zegt ook van het gaat over ongeboren kinderen. En mijn simpele vraag is, is het nou een kind of is het geen kind? Interessante vraag over de BRP. Ik wist niet dat we nu zo daarop zouden uitkomen. Daar gaat ons voorstel vandaag natuurlijk over, maar ik wil met alle liefde in de tweede termijn daarop terugkomen. Dank u wel. Lijkt me heel goed, voorzitter, dat we daar volstrekte duidelijkheid over hebben. Of we nu over kinderen, mensen spreken of niet. Marcel. En welke consequenties dat dan kan hebben. Mijn fractie ziet deze maatregel, een coronatoegangsbewijs voor niet-essentiële winkels en dienstverlening, als een verkeerde opstap naar een foute maatregel, de 2G-samenleving. En dat roept heel veel vragen op, ook over de grondwet. De minister legt een zware claim bij degenen die niet gevaccineerd zijn. Maar de grondwet is er vooral om de burgers te beschermen tegen de overheid. En niet om burgers zoveel mogelijk rechten te ontnemen op basis van diezelfde grondwet. Is de minister het daarover eens? Het is mijn stellige overtuiging dat dit geen wijze route is. Het leidt, ik zeg het toch maar, tot uitsluiting van groepen burgers. En ernstiger nog, het leidt ook tot polarisatie. In een explosieve samenleving is het lontje heel kort. En deze maatregel en de volgende maatregelen die we aanzien komen lijken de aansteker bij dat korte lontje. Niet doen dus. De fractie van de SGP zal deze wet niet steunen. De Nederlandse boeren staan onder extreem zware druk door allerlei zware normen rond gewasbeschermingsmiddelen, eisen aan dierenwelzijn, de normen voor fosfaat, mestbeleid en nu de stikstofproblematiek. Deze maatregelen gelden niet of slechts in beperkte mate in Canada. Dat maakt de concurrentiepositie van de Nederlandse boer kapot. Met name het vertrouwen is geknakt. Er is geen boer die kan zeggen, ik zie rond en glimlach. Maar hun sentiment is ook het sentiment van in andere delen van de samenleving. Ik denk aan het onrecht dat wordt ervaren door eenverdieners, waarop nog steeds een zware belastingwissel wordt getrokken. Wat een schot in de roos was dat deze zomer van het Catharijnenconvent in Utrecht, met die bijzondere tentoonstelling onder de intrigerende titel Bij ons in de Bijbelbelt. En de website van dat museum had een wervende tekst. Wie zijn die mensen van de Bijbelbelt? Wat zijn hun dilemma's? En waar komen hun opvattingen vandaan? Kom naar de tentoonstelling bij ons in de Bijbelbelt en ontdek het deel van Nederland waar de ideeën van de jaren 60 weinig vat op hebben gekregen. Nooit eerder kwam u zo dicht bij de belevingswereld van deze orthodox-christelijke groep. Einde citaat. Nou, voorzitter, dat leek mij wel wat. Dus ik ben ook even gaan kijken om te zien hoe ik er eigenlijk uitzie. En zeker, er werden mooie antwoorden gegeven, zoals waar hun opvattingen vandaan komen. Nou, heel gewoon, vanuit de Bijbel. Laat ik een tekst noemen als een soort motto voor mijn inbreng bij deze algemeen politieke beschouwingen uit Psalm 34. Daar staat, wijk af van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. Voorzitter, zo'n tekst is springlevend. Ook vandaag, net als die mensen uit de Bijbelbelt. Zo'n levende gemeenschap krijg je echt niet gevangen in een museum. Nou, zoals u weet, wellicht heb ik gewoonlijk mijn Bijbel bij me. Het is het richtsnoer in mijn leven. En daaruit geef ik graag een tekst mee. Die staat in een brief aan Filippi, hoofdstuk 4, nummer 8 voor de liefhebbers. Daarin worden we opgeroepen om te doen al wat waarachtig is. Al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is en al wat welluidend is. Dat noemen wij Bijbels genormeerde politiek. Dat is de manier waarop de SGP gisteren, vandaag en morgen politiek wil bedrijven. En dat doen we heel graag in hartelijke verbondenheid aan u allen, als onze zeer gewaardeerde collega's. Dank voor uw welwillende aandacht.